Yo dames en heren, het is weer woensdag. Dat betekent de allerleukste en belangrijkste filmupdates in de filmfabriek. Maar we beginnen met het feit dat 28 oktober Spectre, de nieuwe James Bond film, naar Nederland komt. Ik heb echt onwijs veel zin in om deze film te checken. Alleen waar ik achter kwam is dat ze 36 miljoen euro hebben gespendeerd aan het slopen van auto's. En voor een James Bond film is dat natuurlijk niet gek. Ik bedoel, kijk een James Bond film en dan sneuvelt elke film minimaal een auto. Maar 36 miljoen aan een Land Rover, een Jaguar, aan Aston Martins, het is insane. Het komt er in ieder geval op neer dat er maar liefst 7 auto's alleen al zijn gesneuveld tijdens de opnames in Rome en Vaticaanstad. De weggetjes zijn daar natuurlijk niet heel breed, maar met maar liefst 180 km per uur door de straten racen, dan gaat er gegarandeerd iets fout. Dus zodoende. Overigens is die 36 miljoen euro natuurlijk een schijntje ten opzichte van het hele budget, want dat was namelijk 303 miljoen dollar voor deze nieuwe James Bond film. Daarmee ook gelijk de duurste James Bond film. Maar ja, met Skyfall hadden ze ook weer de hoogste opbrengst voor een James Bond film, dus hey, what's going on? Zoals we allemaal weten, er komt een nieuwe Fast and the Furious aan. Die moet volgend jaar, voorjaar, in de bioscoop verschijnen. Vin Diesel die zegt, ik ga nu zelfs door tot en met 10 en dan ga ik er een eind aan breien. Maar ze hebben nog steeds geen regisseur voor deze nieuwe film. En ik kan me ook wel heel goed voorstellen hoor. Heel veel mensen zijn toch wel een beetje klaar met Fast and Furious. En welke regisseur durft dan nog zijn vingers te branden aan iets heel kwetsbaars? Ja, als je het verneukt, dan ben je echt helemaal klaar. Echt helemaal klaar. En met Fast and Furious. En voor de rest wens ik iedereen die aan Fast and Furious natuurlijk werkt ontzettend veel succes. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga zeker wel kijken naar het 8e deel. En wat het gaat worden. Maar ik heb wel mijn twijfels erover. En dan, dames en heren, mijn what the fuck momentje van de dag. Nicki Minaj. Inderdaad, Nicki Minaj. Nicki Minaj. Echt een van de meeste rare personen op deze aardbol. Met ongelofelijke tetters en een dikke koreet. Die gaat haar eigen tv-serie produceren voor de Amerikaanse zender AMC. En dat moet zich vooral gaan richten op de jeugd en het ontstaan van haar muzikale carrière. Ik ben nu ook benieuwd wat haar in haar jeugd is gebeurd. Dat haar nu heeft gemaakt tot wat ze nu is. Iemand met een dikke reet en een best goede stem natuurlijk. Alhoewel, daar zijn de meningen ook over verdeeld. Maar ik ben heel benieuwd wat voor serie het gaat worden. En ik vind het best wel gek. Maar goed, we gaan het zien. Overigens, wanneer dit allemaal te zien zal zijn, dat is nog niet bekend. Volg me zeker natuurlijk op Twitter, @defilmfabriek, @noahziel. En op dit filmkanaal, om je daarvan op de hoogte te blijven. En dit vond ik wel interessant. A-Film, grote distributeur hier in Nederland die films uitbrengt voor filmproducenten, die is failliet. En nu rommelt het een beetje in de hele wereld van, oh films, oh come on, what's going on? En nu is er Secam, dat is een onafhankelijk bedrijf dat opkomt voor de belangen van onafhankelijke filmproducenten. En die gaat de staat aanklagen, dus die gaat Nederland aanklagen met het feit over het illegale downloaden, wat natuurlijk wel een van de oorzaken is van het feit dat het niet zo heel erg goed gaat in de filmindustrie, dus ook voor filmdistributeurs. En eerlijk is eerlijk, wij zijn het probleem door illegaal te downloaden. Ik download al een tijd niet illegaal, ik deed het wel, ik zeg het je eerlijk. Maar wij doen het wel, dus en via de staat dan weer terug te halen via belasting of whatever. Het is enigszins wel eerlijk, toch? Ik vind dit echt een hele interessante situatie, want oké, filmproducenten die kunnen niet achter al die individuen aan die illegaal aan het downloaden zijn. De staat doet het ook niet. Maar tegelijkertijd zit het overgrote deel gewoon gratis films te consumeren en series. En zou dat via belasting misschien wel terug kunnen worden gehaald. Maar dat is ook weer niet fair voor mensen die wel gewoon normaal betalen. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Laat het even weten in de reacties. Er moet uiteindelijk natuurlijk een oplossing voor komen hoe we voortaan in de toekomst bezig zullen zijn in de filmindustrie. En het consumeren ervan. En deze week werd er gemeld dat de arthouse films heel erg goed worden bezocht. Houdt u vast, 15.000 bezoekers binnen 4 dagen voor een bepaalde film. Ik noem nu de titel 45 Years. Nu heeft deze film, doet er niet echt toe, maar waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben is, waarom ga jij niet naar een arthouse film? Wat trekt jou niet bij een arthouse film, maar wel bij een blockbuster? Voor mij persoonlijk de snelheid. Arthouse films zijn over het algemeen traag, maar hebben wel een mooie boodschap. En het is dramatisch, drama. Maar ja,
ik blijf dat een lastige kwestie vinden. Ik snap dat soms niet. Nog niet zo lang geleden had ik het over de meest epische film die ooit gemaakt is. Ik heb het over de film The Godfather. Die gaat 28 oktober in Nederland in de HMH op een hele unieke en speciale manier vertoond worden. Want er is een heel live orkest bij dat de muziek van The Godfather gaat spelen tijdens de film. En daarvoor mag ik kaarten weggeven, dames en heren. Ik mag 2 kaarten weggeven voor dit hele vette, unieke moment waar jij dus bij mag zijn. En ik ga die kaarten als volgt weggeven. Maak een foto en tag daarin mij, de filmpubliek en je buddy die je wilt meenemen. En vertel mij een van jouw favoriete Godfather quotes. Volgende week maak ik de winnaar bekend. Zorg ervoor dus dat je mij tagt en de hashtag gebruikt TheGodfatherLive. Als je dat doet, maak jij misschien wel kans om met mij 28 oktober naar The Godfather Live te gaan. Echt op de meest unieke en speciale manier om The Godfather te kijken. En het is echt heel speciaal. Ik ben heel veel bij, ben jij er ook bij. Plaats dus dan je foto en taggen en die hashtag gebruiken. Volgende week maak ik de winnaar bekend. En dames en heren, klik hiernaast voor de allernieuwste hashtag filmreview. Dat was de Maze Runner. Ben jij heel erg fan van die saga? Klik dan daar. Nee, het is niet eens een saga. Het is een franchise. Hoe noem je dat in Hollywood? Nou, klik daar op het linkje in de videobeschrijving of op de infokaart daar. En dan zie ik jou anders gewoon vrijdag bij een nieuwe Filmfabriek review. De muscle!